Hey allemaal, welkom terug bij een nieuwe video. Vandaag gaan we Advanced Warfare spelen. Het is al een tijdje bekend, maar ik heb een t-shirt shop of een soort van webshop geopend waar jullie dit soort kledij kunnen kopen. De links staan in de beschrijving naar mijn webshop en als jullie er ook een willen, kunnen jullie er altijd een bestellen. Maar hey, let's go! Het is al een tijdje geleden dat ik Advanced Warfare heb gespeeld, want sinds dat school begonnen is, heb ik eigenlijk echt totaal niks van games aangeraakt. De eerste schooldag was ik gewoon echt moe, omdat mijn ritme zo om zeep was. Dat, ja, ik had misschien maar 2-3 uur slaap gehad. En ik zat daarin op school de eerste, ja, ik noem dat de eerste schooldag. Maar eigenlijk is het gewoon de eerste schooldag van het nieuwe jaar. Je snapt het wel. Ik was echt kapot. De tweede dag was ik ook kapot. En ik ga even deze dude muten. En elke keer word ik ook... dit potje duurt nog maar een minuut. What the fuck? Elke keer word ik in zo'n potje... En dan word ik nog in het verliezend team gestoken. Wat de hel is dit? Ja, we gaan wel een ander potje nemen. Waarom heeft iedereen een headset? Dus, waar was ik met mijn verhaal? De tweede schooldag was eigenlijk beter. Want ik was heel vroeg in slaap gevallen. En ik was uitgerust. Ah ja, dat dacht ik toch. Maar ik heb op dinsdag... Wow. Sit down. Ik heb op dinsdag altijd LO, oftewel gym, of ik weet niet hoe ze dat in Nederland noemen, maar ik probeer zo een beetje formeel te praten, je weet wel. Lichamelijke opvoeding. We hadden juist krachttraining, dus dat was... ik had het zitten, hè. Mijn conditie van in die vakantie was echt zo slecht geworden. Oh my god. Zit hij mij niet staan of zo? Die zag mij niet staan! Ik voel het zelfs nog. Ik voel mijn armen... Ja, eigenlijk niet. Ik voel mijn armen gewoon niet meer. Dat is echt zwaar. De tweede dag heeft mij echt totaal gekild. Maar nu, vandaag... Eigenlijk, ik dacht echt... Oh nee, morgen sta ik op mijn spierpijn tot en met. Maar nee, helemaal niet het geval. Oh, joh. Nee, zoals jullie misschien al hebben gemerkt, heb ik onder mijn oog... precies alsof ik in elkaar ben geslagen of iets dergelijks. Maar ik heb eigenlijk geen idee wat het is. Het is opgezwollen en het is blauw en ik raak er maar niet vanaf. Ik ga waarschijnlijk naar de dokter ervoor binnenkort, want als het nog blijft. Want het is nu al bijna een week en ik zou echt niet weten van waar het komt. Ik ben er gewoon mee opgestaan en het ziet er echt slecht uit. Het lijkt echt of ik gewoon in elkaar geslagen ben. Dan heb je ook nog wat deze week bekend is gemaakt voor PlayStation. PlayStation Now dacht ik dat heette. Dat is eigenlijk een subscription dat je moet betalen en dan kun je 100 plus games spelen op PlayStation, zolang dat je die subscription hebt. Dus je betaalt eigenlijk maandelijks om een x aantal games te spelen. Ik dacht dat een paar honderd waren hoor. Games, en dat is echt ook games zoals Far Cry en Assassin's Creed dacht ik. Dus het ziet er nice uit, maar ik was met Casper aan het praten erover. Ik dacht, misschien weet hij er wel iets over. Maar blijkbaar is het een streamingfunctie dat je eigenlijk je game streamt. Dus als je slecht internet hebt, dan kan het zijn dat je game lijkt. Ik weet niet in hoeverre dat waar is, maar als je daar... Want dat is echt wel vrij duur. Als het zo zit, dan is het bijna 50 euro voor 3 maanden. Ik weet niet, er zijn voor- en nadelen aan. Ik bedoel, ik vind het een mooi concept. Echt wel, want... 100 games spelen, bedoel, je kunt eens een game testen of zo. Want als je dat koopt, heb je er natuurlijk 60 euro aan uitgegeven, bijvoorbeeld. En dat is natuurlijk wel een beter alternatief als je dat dan naar te kopen en dat je dat uiteindelijk een slecht spel vindt. Meestal, als ik bovenaan het team sta, dan weet ik zo al dat we gaan verliezen. Toma, verloren. Bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je dit nu leuk? Geef dan even een blauw duimpje omhoog. Jullie kunnen dus iets kopen. Ik verplicht jullie nergens toe, maar... Mijn controller is net leeg. Lol. Ik verplicht jullie nergens toe. Maar als je het koopt, dan support je mij ook een beetje. Dan bedank jullie voor het kijken. En tot de volgende keer. Ciao mensen. It's Dennis for fuck's sake.